Rechter Walter de Smet vond dat hij niet anders kon, eind mei vorig jaar. Een dief vrijspreken van een diefstal, omdat hij zijn vorige straf nog altijd niet heeft uitgezeten. Maar de procureur-generaal vond dat geen degelijk vonnis. Eerder een weigering om recht te spreken. Toch krijgt de Smet vandaag gelijk voor het Hof van Beroep. Eigenlijk is dit een vrij baanbrekend arrest. Een rechter moet onafhankelijk kunnen rechtspreken, maar geen druk in krijgen van mogelijke strafvervolging. En zegt ook al is uw vonnis foutief, je hebt recht gesproken en een rechter mag niet worden blootgesteld aan op dat punt eender welke soort strafrechtelijke vervolging. Procureur-generaal Yves Léjoie opent een jaar geleden een onderzoek tegen Walter de Smet. Daarmee staat hij lijnrecht tegenover een van zijn eigen rechters. Als je meemaakt wat hij heeft meegemaakt, dat je als rechter vervolgd wordt omwille van de motivering van een vonnis, ja, dan ben je wel opgelucht dat het Hof nog eens bevestigt dat een rechter onafhankelijk is. De Smet mocht tot voor kort alleen nog maar echtscheidingszaken behandelen. Nu mag hij in principe weer gewoon zetelen op de rechtbank van eerste aanleg.